De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, geeft in een persbericht aan dat ze de uitbarsting van geweld in de dorpen in het district Para zien als een duidelijk signaal. Vanmorgen vroeg kwamen er beelden via social media waarbij diverse trucks vol boomstammen en auto's in brand waren gestoken. Ook schoten zouden zijn gelost. Via Star News zegt de korpsleiding dat er daarbij 2 doden zijn gevallen. De FITS keurt het geweld en de vernielingen absoluut af en ondersteunt deze ook niet. De strijd die de organisatie voor recht en gerechtigheid voor inheemse volken in Suriname voert, duurt al tientallen jaren. Met de uitbarsting van geweld in de gebieden van Para is het nu duidelijk dat de gemeenschappen en de gebieden niet meer willen wachten totdat ze ooit eens aan de beurt komen. De FITS benadrukt echter dat het traditioneel gezag, nog FITS, OSIP of het traditioneel gezag van betrokken dorpen, geïnformeerd waren over of ingestemd hebben met deze acties en zeker niet op de wijze zoals deze nu gevoerd zijn. De FITS doet daarom een beroep op de gemeenschappen om kalm te blijven en dat er gezamenlijk voor te zorgen dat de rust terugkeert en orde en veiligheid in de dorpen wordt gegarandeerd. De FITS zal eveneens erop letten dat er geen buitensporig geweld wordt toegepast op dorpelingen en burgers. In een persbericht van het KPS staat opgetekend dat ongeveer 10 trucks van derden volledig zouden zijn afgebrand. Bij schotenwisselingen hebben 2 politieambtenaren schotverwondingen opgelopen. Een gemengde eenheid van politie en militairen is naar het gebied gestuurd om de orde en rust terug te brengen.